Ai, stranda, mi muore, sweetie condre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. En echt waar, het is heel toepasselijk hoor, deze naamgeving aan het programma. Want als we kijken wat er allemaal in het verleden gebeurd is, dan vraag je af, zal dat meewerken voor een beter heden? Wij als ingezetenen van dit land, wij zullen dat zelfs moeten doen. Misschien samen met andere goede burgers hoor. Want je hebt vele mensen in deze gemeenschap die meer denken aan zichzelf dan aan het land. Lieve mensen, u ziet dus dat ik vandaag alleen ervoor zit. Omdat het een heel speciaal programma gaat zijn. U weet, vandaag is 21 januari en morgen is 22 januari. U weet allemaal de oproep die er vanuit het Paarse Kamp naar buiten is gekomen. Dat iedereen zich moet opmaken en opstellen om te gaan naar het gerechtsgebouw. Wel wel, daar breekt mijn klomp van, lieve mensen. Want als ik me zo afvraag, wat er in die mensen hun hoofd is, dat ze allemaal paraat staan, zodra de paarsen een oproep doen, dat ze gelijk in de startblokken gaan staan, om daar te gaan, om te gaan juichen, en om daar zaken te willen doordrukken, in het voordeel van hun voorzitter, hun leider. Lieve mensen, we weten allemaal, het gaat om het 8 december proces, het 8 december proces wat dan zijn einde heeft gehad met als slotsom 20 jaar gevangenisstraf. 20 jaar cel voor de hoofdverdachte in deze zaak. En dat is niemand anders dan de persoon Desi Bouterse. Vandaag aan de dag beroept hij zich dat hij president is van het land en dat hij niet zal gaan. In eerste instantie had hij gezegd, minego, no ase minego. En zijn advocaat had hem ook geadviseerd, hier in Inego, de man en man doet niks, dus je hebt dan vier rusten. Daar staan die psa, dat betekent hoger beroep. Wel, wel. Abe, abe, fu, drink wat ramo voor. Want if an no bengo, if an ego, tamara. Dat is psa op psa, dat a 20 jaar cel, dat skroef wat tapen ide. En amag du sa awani. Mi tegu ma leesik ba, akan go knap tapen ide in futa lo tu, srafu dat ogo. En if we look at the maatstaf voor onusranang pondre, dan abif kot a strafu. If minanga yu kan kot is strafu, if we do an fe, dan zijn de Bouterse niet. Bouterse na wanig is, maar lego srepi, toevallig adeno president va kondre, ma moro bigi president futra kondre kot is strafu tu. Next nop sanang a den, next nop sanang a kondre. Dus if him kot strafu mi brada, da ya abif go. Ma san, if mi fadong, na ator disi dat, kijk, 8 december 1982, in het holst van de nacht, diepste holst van de nacht, zijn de mensen opgehaald uit hun bed, zonder gedegen kleren om, geen schoeisel aan hun voeten, en ze moesten opgebracht worden naar de kazerne. En u kent het verhaal, ik hoef het niet te herhalen, want allemaal zijn aan een vreselijk eind gekomen, door middel van martelingen en zo. En ja, die dag, toen de mensen werden opgehaald. Wie van u die morgen gaat gaan, was geroepen geworden om ook daar aanwezig te zijn? Wist u dat dat zou gebeuren in Sweetie's Ranang Kondre, 8 december 82? Was u daarvan op de hoogte? Vandaag aan de dag, lieve mensen, dan wordt u opgeroepen om getuige te zijn dat die meneer naar de rechtszaal moet gaan voor zijn verzet. Want hij heeft het uiteindelijk toch wel getekend. Hij heeft zijn braaksel moeten inslikken. En hij gaat toch naar de rechter moeten gaan en verschijnen. En daar roept hij de mensen op om met hem mee te gaan. Lieve mensen, naar Disi Mekari, naar Frede Jackie. I Frede. Want if I no be Frede, dan I bobo gewoon. Zijn de mensen vergeten dat we vroeger ook avondklok hadden? We hadden avondklok, lieve mensen, 7 uur s'avonds tot 7 uur s'morgens. En u weet dat de mama bekisie naar boom, kotie bakasee bekisie. Echt wel.
En dan nou de smadisi, de vergiet alle de sanidati. Alles aan de vergiet, alles zijn spijt en ze gaan naar de rechtszaal. Wel, ik ga een beroep op je doen, lieve mensen. Vanuit deze plaats waar ik nu zit, ga ik u oproepen om geen gevolg te geven aan die oproep. U moet niet gaan. En weet u waarom u niet moet gaan? Terwijl u daar gaat, u wordt opgeroepen, één, om daar aanwezig te zijn, dat de abani lusu, dat de gobroko u also. En twee, de brief sa, wa man sutu a schot galotu, en a schot mag kies waf unu, suma ochara neng. Om denk ala de san dat die, dat nou een beroep sa me doet op unu, om denk ala de san dat die, unu go du dong, unu taki, taki yana mi leider, mi lobeng, nanga de soort wan dat die. En om hoor na ati, lieve mensen, tak lugu nog. Sande manis wando Abrahams nanga de manta radio en nanga de radio programma. Ze roepen de burgers op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En weet u wat daarop staat? Wanneer we een situatie kan krijgen van burgerlijke ongehoorzaamheid, betekent dat deze man in staat gaat zijn om een noodsituatie af te kondigen. En wanneer we een noodsituatie hebben gehad, lieve mensen, want taki, verkiezing 25 mei, voetzie. Nou, verkiezing naar Gomorrofara. En zijn neem ik af verkiezing naar Gomorrofara, omdat mijn mati nou aan gaat straffen. En nou aan gaat nog een beetje. En dat om hoor na idee. Dat een man ik gebruik je voor een eigen hakje. Want daar ben je dan tori. En dan ben ik aan je. En dan ben ik actieadvies. En dan ben ik actie niks. Maar het doet een tori. Een martel is maar dat breeddadige wezen. Om teka ten en om lezen dossier. Dat ons rent ons niet dat migado. Dan gaan sami de wezen. Baka suma me waka. Baka wa moordenaar. Want nu is het duidelijk bewezen. Dat hij een moordenaar is. Want hij is gevonnis op die basis. Hij is een gevonniste moordenaar. En wanneer hij daar gaat naar de rechtszaal, dan dient hij zich te houden aan de regels van de rechtszaal en de rechters. En dan moet ik het ook blij geleerd dat je moet dat weer. Dat is dom. En dan op. Want in de pres. Daar ben je de tori. En dan ben je de pres. Dan ben je no asma. Dan ben je nobody. Dus, zijn man. U gebruik u verstand. Luku van met takanga unu. Ala lisi. Nen ala programma van mij. Met takanga unu. U draai anu para boto. Fa ay go ina kodre ane go boom. Luku. Sa epsa nanga unu ching. Sa epsa ina kondre. Gruwelijke moorden. Gruwelijke beroevingen. Alle soort sani epsa. Dus. Nogmaals. Met uw beroep tap unu. Uno go. Uno Gi, no was ki, was ome moni del doen. Want mi sabi, tak une gof so so. Wok is one pocket, of wok is 100 kolu. Na dat ele unu. Ola nga yo yama 100 kolu. Ola nga yo yama pocket. Boy, dus, so leisi me aksi me eka ak. Na nga sang mi de bezig. Want mi de bezig u fuda u op. Ma, uno wante ke, mi hoop dat abuskopu disi dringa door in u tontong. En dat u artisa metak pide en u no go, u tana oso, u luku sensa. En sukatori, en chades mago martel, en tierdes mananga trawa, met en sref godoko en eni boontjes. En dan ja, lieve mensen, kan u hier zijn en u praten over de kwestie van de Centrale Bank van Suriname. Onze governor van Tricht, u weet allemaal wat er allemaal gaande is. Hij is met verlof gestuurd, zoals het gezegd wordt. Anderen zeggen verplicht verlof. Wat het is, dat weet ik niet. Maar in elk geval, hij zit niet daar. En u weet ook wat er allemaal aan de gang is. Er zijn zoveel gelden verdonken maand. U weet ook de kwestie dat meneertje wilde hebben dat mensen, onze mensen, die hun valutarekeningen in het buitenland hebben, hij wilde overzicht hebben. Hoe vrijpostig moet je niet zijn? Dat is die mensen hun privé. Je weet niet hoe die mensen aan dat geld zijn gekomen. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben gezocht, geploeterd en gezweet. En dan wil jij dat geld swappen. Het kan toch niet? Je werkt toch? Je hebt een gigantisch salaris. Kijk die auto's die je hebt gekocht. Zijn die van de poes? Dus, lieve mensen, hoe noem ik iets met jou in het werk? En daar hebben we die minister van onderwijs, mama. Dus mama heeft aan oom Daisy gezegd, zeg luister nou. Jere no, papa kaboy tong si hat handak an jere. O
niet je rekening aan je. Want if you do that, dan moet bedank. Wel dat je bedank. Nou als man heb je van nodig, want je hebt van het onderwijs een puinhoop gemaakt. Vanaf ik was dom te pas toeren voor onderwijs, ik maak onderwijs er een puinhoop. Dus if you go, if you dan, naast je. En dan nou wat maar ook bij die puinhoop ook. Want zo maar de pot drapen. Maar ze hebben misschien na kaba. En misschien na kaba. En ze hebben op onderwijs van Oudu. Dat je pot aan malek en de man en de basie drapen voor onderwijs. Maar ze hebben net zijn staan aan de smaak. Zijn staan aan de verstand. Ik ben na verstand moro. En nog kan lieve mensen echt dat kan niet. En je weet ook dat van trek. Los van dit soort zaken. Er ook nog andere zaken spelen. Aankoop van Assyria. Waarom moest Assyria gekocht worden? Voor wie? Voor wat? Ja? Voor etterlijke miljoenen. SPSB, de kwestie SPSB. Dit is ook zoiets. Wat is gebeurd met SPSB? Is ook in de doofpot. Al dit soort van zaken gaan in de doofpot, lieve mensen. Termina nga yu doan sani dat ik wa udu bachi. Maar de man die zit in doan sani. Alas ma. Pie. Het wordt doodgesweken, lieve mensen. En dan heb je ook nog. Heb je ook nog dat van die schoonvader van hem, die ook een dikke vinger in die pap, in de pap heeft van de kwestie blauw meer. Maar ja, wat gaan we daaraan doen, lieve mensen? Het is niet goed wat er gebeurt in dit land. Wat gaan wij eraan doen? 25 mei 2020, dat zal de grote dag zijn waarop wij als Surinamers ons gaan moeten bezinnen en kijken hoe wij verder gaan in dit land. U weet ook dus dat er zaken zijn gebeurd in het verleden. Dat van SPSB, ik heb het daarnet gezegd, wat is gebeurd met die directeur? Je hoort niks van hem. Waar is hij? Is hij in het land? Ik weet niet. Als hij in het land is of als hij elders is. Maar, suma epaya gelag, minangayu. En daarom moeten we zoveel belasting betalen voor deze gasten. Allerlei dingen doen zij. Alleen nog maar om hun hoofd boven water te houden. Maar ik ga u zeggen, het is gewoon maar volksverlakkerij. Want de abokke boke money, de meka money, tap minanga yurbaka. En sade dunanga money, de verbrassing. Echt wel de verbrassing. De kibreng voet de verkiezende. Voet de kan baisma. Voet de kan tang aan het bewind. Want omat deze, dat no one saka serif serif. Want asabi, dat if asaka. Naar direct de betekking. 1 miljard gevraagd aan de Verenigde Staten voor staatsolie als onderpand. Waarmee zijn we bezig, lieve mensen? Ik vraag me af, waarmee zijn we bezig? Zodra ze ons aan de kie, direct in mijn golin money. No, hoe neer je de optie niks voor hoeft eruit? Hoe neer je er niks van toe? Hij is ook zo'n monetaire autoriteit. En hij zou wel beter moeten weten wat er gebeurt daar bij de Centrale Bank van Suriname. Want hij zat er eerst aan. Hij heeft ook een puinhoop ervan gemaakt. Agwe, want trouwens kom, die is naar derde man van Trek. Van Trek kom, van Trek heeft een agenda toe. En Lukusan Ipsan in Akondre. Mensen, het is niet goed. Echt, het is niet goed om erover naar huis te schrijven. Laten we kijken wat er allemaal gaande is. Wat er staat te gebeuren in Suriname. Want we zien dat het helemaal verkeerd gaat. 22 juni, daar willen ze ons ervoor hebben. Ze willen ons voor het kannertje spannen om mee te gaan daar. En ja, als een soort ondersteuning. Trouwens, met dat ik voel de man en lok. Want hier en de man wil ik zoete lammetjes door wakker drapen voor Lucas en Psa. Door mijn kiebari. En ze gaan opgejut worden. Door die mensen. Trouwens, hier heb ik een vrouw, een parlementariër, een kaarde aan rechterlijke macht. Kies in een jap-japjes. Mij best aan het tegen. Dat ik ook eens heb in een spiegel. Dat ook ook een kies in een jap-japje. Maar ja, we zijn allemaal mensen. We moeten mensen niet zo betitelen. Maar wanneer je het vraagt, dan ga je het krijgen. Dat is het. Want na juist zijn atikiko, ik ben naar Yubaka. Dus mensen, en dit zijn de mensen die onze volksvertegenwoordigers zijn, die daaraan zitten om jou en mijn belang recht te zetten. Maar in tegendeel wordt hun eigen enge belang voortgezet, niet die van het land. En daar heb je dan ook nog de OMDC die komt zeggen,
Ik hou van het land, ik hou van jou, al hou je niet van mij. Je houdt niks van het land. Je houdt alleen maar van jezelf, je houdt alleen maar van je pap. Om niet in het gevangen te gaan, daarvan hou je. Je houdt van je vrijheid. Wie houdt niet van vrijheid? Maar noem doe ook niet. If you do agree, dan is het straf. Dat na heerst dan niet. If you do agree, is bewezen. Trouwens, de man Teddy ook toe. Je bent gewoon een moordenaar. Je moet bedanken. En je weet dat wanneer je daar gaat en er gebeurt wat, kan je niet meedoen aan de verkiezingen. En dat na heer Tori. Want if you no man doe mee naar verkiezingen, dan you klari helemaal hoe dit is. Dus, Arkiman zijn Arka programmatie. We hoop dat een boodschap bent duidelijk. Echt wel. Het is wel easy. Uno go na noa enkri oproep. Uno wa enkri sma. Dat we gastrati. Mi da tele sur. Dat me jere de ma etaki. Dat doot ik verlof. Meneer mevrouw. Tite ka verlof. Oké. Okay. Ida Europa. Dus no kisimoni. Maar des massan Europa na wengri. Ook toe aan toesma na wengri. Aksi. Mevrouw Joyce. Wat is dat ding van vanmorgen? Moeten we gaan? Want ik ga vrij moeten nemen. Maar als ik ga, krijg ik geen geld. Die tegen dat zomaar lauw. En jullie toch? Je koopt je een moordenaar drappen, je gaat ondersteunen van een wasstraf, dat jullie kies money. Nee mensen, ook gebruik uw verstand en ook doe als je niet richter, zo lekker van mijn tegen. Alles aan mijn tegen, ja, en nu mijn taki naar de Sansamsa. Gelukkig je geschiedenis na. En als je niet bent geboren te hebben, hoe ben je de jongen? Dan ga ik zo'n man en opa, dat is Sambipsa, 8 december 82. Sambipsa vanaf 25 februari 1980. Dan ga ik hier morgen. Lieve mensen, dat is heel leuk om met u bezig te zijn vandaag. En laat mij de hoop uitspreken dat alles rustig mag verlopen morgen. Dat er geen enkele calamiteit zich mag voordoen. En dat alle Surinamers heel huis terug huiswaarts zullen keren. Dank u voor uw aandacht. Ik wens u een fijne tijd verder en tot de volgende keer. Dag. Hi, Sranan, Mimo.